بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد we beginnen vandaag aan de tweede les uit dit boek Lum'at al-I'tiqad van Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Vorige week hebben we het begin gemaakt aan stelregels die Al-Allama ibn Uthaymeen rahimahullah heeft opgenoemd als inleiding op dit boek, op zijn uitleg over dit boek. En de eerste stelregel hebben we toen behandeld, dat was dat Ahl Sunnah wal Jama'a de directe betekenis aanhouden, die leiden uit de namen en de eigenschappen in de Koran. En dit is eigenlijk een regel voor alles. Niet alleen maar voor de namen en de eigenschappen. Maar als het gaat om bewijsvoering, dan houden zij de directe betekenis aan die voortvloeit uit dit bewijs. En dit is een qaida. Hebben we vorige week behandeld. Tweede regel die Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah opnoemt in zijn sharh. Die gaat over de schone namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt, Al-Qa'ida Thaniya fi Asma'illah. De namen, de schone namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Far' al-Awwal, eerste onderdeel wat daaronder valt, of eerste principe is, Asma'ullahi kullaha husna. Alle namen van Allah subhanahu wa ta'ala zijn husna. Daarom worden deze namen ook Asma'ullahi al-Husna genoemd. Wat betekent yani Husna? Husna is een vrouwelijke vorm van Hasan. Van Al-Ahsan. Niet van Hasan, maar van Al-Ahsan. En dat betekent eigenlijk de beste. De schoonste. Daarom worden deze namen ook de schone namen genoemd. Zoals yani Al-Akbar. En Al-Kubra. Al-Ahsan en Al-Husna. Al-Akbar en Al-Kubra. En Al-Asghar en Al-Sughra. Dus Al-Husna is de vrouwelijke vorm van Al-Ahsan. Wat inhoudt. Al-Ahsan wat inhoudt. Dat deze namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Het uiterste hebben bereikt. Het uiterste hebben bereikt. Als het gaat om de schoonheid. Als het gaat. Yani om. De schoonheid. Ze hebben de uiterste grenzen bereikt van schoonheid. Dat komt omdat deze namen van Allah subhanahu wa ta'ala, omdat die duiden op volmaakte eigenschappen. Dus zijn namen van Allah subhanahu wa ta'ala zijn de schoonste namen en de beste namen. En zijn eigenschappen zijn de meest volmaakte eigenschappen. Dat betekent dat deze eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala geen enkele vorm van gebrek bevatten. Of geen enkele vorm van tekortkoming hebben. De naam van Allah subhanahu wa ta'ala zijn de schoonste. Daarom zegt Allah in de Koran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. En aan Allah behoren de schone namen. Dus dit is de eerste stelregel. Dit is de eerste regel als het gaat om Asma'ullahi al-Husna. Dat ze allemaal husna zijn. En dat betekent dat ze het uiterste hebben bereikt qua schoonheid. Ze hebben het uiterste bereikt qua schoonheid. En dit vers, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى en aan Allah behoren de schone namen, komt vier keer voor in de Koran. Vier keer komt deze voor in de Koran. Onder andere in Surat al-A'raf, die de sheikh ook heeft opgenoemd. En daarnaast in Surat al-Isra, en in Surat Taha, en in Surat al-Hashr. Vier keer wordt deze vers genoemd in de Koran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. En aan Allah behoren de schone namen. Tweede principe onder deze regel van de naam van Allah subhanahu wa ta'ala is, zoals de Sheikh ibn Uthaymeen zegt, al-far'u thani, asma'ullahi ghayru mahsura bi'adadin mu'ayyan. De namen van Allah subhanahu wa ta'ala, de schone namen van Allah subhanahu wa ta'ala, zijn niet beperkt tot een specifieke aantal. Yani de schone namen van Allah zijn niet beperkt tot een specifieke aantal.
maar zijn onbeperkt. Sommige van deze namen kennen wij. En sommige van zijn schone namen, die kennen wij niet. En wat is het bewijs daarvoor? Dat Allah zijn namen en die onbeperkt zijn. Of dat wij ze niet hebben, dat wij ze niet allemaal kennen. Dat leidt uit de hadith waarin Rasool sallallahu alayhi wa sallam zegt. En de sheikh, hafidahu rahimahullah, noemt hier de hadith. En hij noemt hier eigenlijk waar het om gaat, de shahid. Hij zegt, li qawlihi fi hadith al mashhoor. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرته أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Deze hadith is ook tegelijk een dua waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam Allah vraagt, hij zegt, O Allah, ik vraag u bij elke naam die u heeft. Dus hij vraagt Allah bij zijn namen. Maar zijn schone namen die u heeft. Daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Waarmee u zichzelf heeft genoemd. Yani in de Koran of in de Sunna. Of die in uw boek. Die u in uw boek heeft neergezonden. In de Koran dus. Of die u aan een van uw schepping heeft onderwezen. Of, yani of namen die u bij zichzelf heeft gehouden. In de kennis van het verborgene. Dus er zijn namen. Die Allah subhanahu wa ta'ala bij zichzelf heeft gehouden. Deze namen behoren tot de kennis die wij niet hebben. Dus er zijn namen, schone namen van Allah, die wij niet kennen. Vandaar dat de regel geldt dat de namen van Allah subhanahu wa ta'ala niet beperkt zijn tot een specifieke aantal. Yani, je kan niet zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala zoveel namen heeft, meer niet. Dat kunnen wij niet zeggen. Omdat er namen zijn die Allah heeft verborgen heeft gehouden. Allah heeft die namen verborgen gehouden. En ook een ander bewijs is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in het hiernamaals, op de dag des oordeels, wanneer hij zal bemiddelen, al-shafa'a al-uzma fil mawqif, is voordat hij gaat bemiddelen, zal hij knielen. Hij zal knielen voor Allah subhanahu wa ta'ala en hij zal Allah prijzen. En hij zal Allah prijzen door middel van yani, prijzingen die hij daarvoor niet kende. Die hij daarvoor niet kende. De geleerden zeggen van, Allah subhanahu wa ta'ala wordt geprezen en geloofd door het noemen van zijn namen. Zijn schone namen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zal hem gaan prijzen door middel van yani, namen die hij daarvoor niet kende. Wat betekent dat er namen zijn die verborgen zijn. Die niemand kent. Behalve, yani Allah subhanahu wa ta'ala. En yawm al-qiyamah zal de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook yani Allah subhanahu wa ta'ala noemen bij een aantal van deze schone namen. Tayyib, de hadith die bekend is bij de meeste mensen. Waarin staat dat Allah subhanahu wa ta'ala 99 namen heeft. Bekende hadith, die staat in Bukhari en Muslim. Waarin Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Waarlijk, Allah subhanahu wa ta'ala heeft 99 namen. Wie deze ahsaha, en die opsomt, treedt het paradijs binnen. Wat betekent deze hadith? Deze hadith betekent niet dat er niet meer dan 99 namen zijn. Zoals de imam Ibn al-Qayyim rahimahullah zegt, dat het noemen van 99 niet betekent dat er meer is. En ook en Nawawi rahimahullah, die zegt ook in Sharh Muslim, hij zegt, de geleerden zijn het over eens, er is consensus, er is ittifaq. Hij zegt, ittifaq al-ulama, dat deze hadith niet duidt op dat de schone namen van Allah beperkt zijn. Deze hadith duidt daar niet op. Ondanks dat er staat dat Allah 99 namen heeft, duidt deze hadith bij de geleerden er niet op dat er geen andere namen zijn. Hij zei, Nawawi, hij zei van, de bedoeling is van deze hadith om aan te geven, om te berichten, om aan te geven, dat degene die deze namen kent en opzomt, en dan handelt en dergelijke, dat hij deze beloning verdient. En de beloning is, dakhala al-jannah, zal het paradijs binnentreden. Om het te vergemakkelijken met een voorbeeld. Deze hadith, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman, waarlijk, Allah heeft 99 namen, wie deze opzomt, treedt het paradijs binnen.
dit is net zoals iemand, zoals de geleerden deze voorbeeld geven, net zoals iemand die zegt bijvoorbeeld, ik heb 99 euro, ik heb ze opzij gelegd voor een sadaqa. En niet voor een sadaqa, om dat aan de armen te geven. Betekent dat hij geen ander geld heeft? La. Hij heeft 99 euro. Voor deze 99 euro is voor de armen bijvoorbeeld. Wilt hij uitgeven aan de armen. Betekent niet van dat hij andere geld heeft. En andere bezittingen heeft. Zo hier ook 99 namen. Wie deze opzomt, zal het paradijs binnentreden. En al-ihsa is niet alleen maar opzomming. Maar heeft ook te maken met andere zaken. Zoals yani, Ibn al-Qayyim rahimahullah ook heeft aangegeven. Hij zegt, ihsa, zoals in deze hadith staat, men ahsaha dakhal al-jannah. Hij zegt, ihsa heeft drie gradaties. Het opzommen van deze namen. Het opzommen van deze, dus het kennen van deze namen. Hij zegt, en ten tweede, het begrijpen van de betekenis van deze namen. Het begrijpen van de betekenis van deze namen. En ten derde, Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden en aanroepen. Door middel van deze namen. Deze schone namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals Allah heeft gezegd. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. En aan Allah behoren de schone namen. Roep hem ermee aan. Of aanbid hem ermee. Dus het aanbidden van Allah door middel van deze schone namen behoort tot al-ihsa. En dan heeft iemand recht op deze beloning. Men ahsaha dakhal al-jannah. Dus het kennen van deze namen, schone namen. Het begrijpen van de betekenis en de nahandelen van deze yani, namen. Wat bij veel mensen bekend is, vooral bij Awam, is de bekende opsomming van de 99 namen. Sommige mensen hebben dat wel eens gezien, die hangen het ook op. Sommigen hangen het op thuis, of in de moskee, of in de auto. Zie je, alle namen opgesomd, 99 namen. Taip. Deze 99 namen, die ze hebben opgesomd, staan in een hadith. Maar deze hadith is zwak. De hadith Tirmidhi, die is zwak. Of yani, deze toevoeging, de namen zelf, het toegevoegde naam zelf, deze is niet van de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want deze is in strijd met de andere overleveringen, die staan in Bukhari en Muslim, waarin dezelfde hadith staat zonder deze namen. Zonder deze namen. Vandaar dat sommige geleerden hebben gezegd dat deze namen gewoon door geleerden zijn toegevoegd. Zeg maar, al-idraj heet dat. Dat is in de hadith gestopt. Terwijl het niet van de hadith is. Ala kulli hal, het is niet authentiek overgeleverd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat hij deze namen heeft opgenoemd. Betekent niet dat die namen niet kloppen. Nee, maar het gaat er hier om. Dat deze namen niet behoren tot de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En sommige namen van Allah subhanahu wa ta'ala, die uit bewijzen blijkt dat de namen zijn van Allah, staan er niet op bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld al-Muhsin staat er niet op. En ook andere namen en die staan er niet op. Ala kulli hal, de namen van Allah subhanahu wa ta'ala zijn niet beperkt tot een specifiek aantal. En dat is een regel. Derde principe onder deze stelregel is Asma'ullahi la tathbut bil'aql wa innama tathbut bil-shar'. De schone namen van Allah subhanahu wa ta'ala worden niet bevestigd door het verstand. Ze worden niet bevestigd door het verstand. Hoe worden ze wel bevestigd? Door de shar'a. Shar'a is kitab en sunnah, door de wetgeving. Dus wij bevestigen alleen die namen en die eigenschappen die voorkomen in de Koran en in de Sunnah. Taib. En waar ijma' over is. Of zelfs Sahabi. Als bijvoorbeeld Sahabi iets heeft opgenoemd wat sahih is, wordt dat ook geaccepteerd. Maar het verstand zelf, het verstand op zich, is niet de juiste methode om namen en eigenschappen van Allah te bevestigen of te verwerpen. Taib. Maar wij keren terug naar de Koran en naar de Sunnah. Want het bevestigen van de namen en de eigenschappen is tawqifi, zoals het heet. Tawqif betekent dat we alleen maar de Koran en de Sunnah aanhouden wat betreft deze zaken. Want deze zaken kunnen wij niet weten met het verstand. Het verstand bevestigt niets
en verwerpt, mag ook niets verwerpen van deze, yani van deze zaken. Het vierde principe die de sheikh heeft opgenoemd: kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu ala dhatillahi wa ala sifa allati tadammanaha wa ala al-athar al-mutarattib alayhi in kana muta'addiya. Deze vierde principe die de sheikh heeft opgenoemd, Ibn Uthaymeen rahimahullah, hij zegt elke naam van Allah duidt op zijn dat, duidt op Allah subhanahu wa ta'ala. Yani is bijvoorbeeld Ar-Rahman, hu Allah. Ar-Rahim, hu Allah. Al-Quddus, hu Allah. Al-Karim, hu Allah. Dus elke naam duidt op Allah subhanahu wa ta'ala direct. Dat is één. Plus, elke naam duidt op een eigenschap. Bijvoorbeeld, Ar-Rahman, de meest barmhartige, duidt op de eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij de meest barmhartig is. Dat hij yani, tot zijn eigenschappen behoort dat hij barmhartig is. Bijvoorbeeld, Al-Alim, de alwetende, duidt op een eigenschap. En dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala volmaakte kennis bezit. Al-Hay, de levende, duidt op een eigenschap. En dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala een volmaakte leven heeft. Zo elke naam duidt op een volmaakte eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een regel. En ook, zegt de sheikh, rahimahullahu ta'ala, wa al athar al mutarattib alayhi in kana muta'addiya. Sommige eigenschappen bijvoorbeeld, sommige namen, alle namen duiden op een eigenschap. Maar sommige eigenschappen duiden op nog iets anders. Bijvoorbeeld, yani, Allah subhanahu wa ta'ala is al-hay, de levende. Deze naam duidt op een eigenschap en dat is zijn leven. Zijn leven, khalas, duidt op Allah subhanahu wa ta'ala. Maar deze eigenschap heeft geen, yani, is niet muta'addi. Je hebt bijvoorbeeld, muta'addi betekent, is het vertaald door de vertaler of niet? La. Laten we zeggen, Ar-Rahman of Al-Karim. Al-Karim. Al-Karim is de naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Duidt op Al-Karam, vrijgevigheid. Deze vrijgevigheid gaat verder, want hij geeft zijn dienaren. Hij geeft zijn schepselen. Dus de schepselen, deze eigenschap gaat verder dan hemzelf alleen. Zijn leven is beperkt tot hemzelf. Lakin vrijgevigheid of barmhartigheid, dat gaat ook verder zo naar zijn schepselen. Tayyip, ik hoop dat jullie het een beetje yani, kunnen volgen. Daarna zegt de schrijver, Hafid rahimahullahu ta'ala, al-qa'ida thalitha fi sifat. Daarna noemt hij qawa'id, sterregels die te maken hebben met de sifat, met de eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-far' al-awwal, صفات الله كلها عليا صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. Eerste principe, alle eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala zijn verheven eigenschappen, volmaakte eigenschappen en geprezen eigenschappen die geen enkele gebreken hebben. En in welke opzicht dan ook, zijn volmaakt en compleet. Ze hebben geen enkele gebrek en geen enkele tekortkoming, in welke opzicht dan ook. Zoals bijvoorbeeld zijn leven. Zijn leven is een volmaakte leven. Betekent dat deze leven geen begin heeft. En ook geen einde heeft. Onze leven heeft een begin. En heeft ook een einde. Maar het leven van Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen begin. Heeft ook geen einde. Hij is de levende die niet doodgaat. En de rest gaat allemaal dood. Bijvoorbeeld zijn kennis. Zijn kennis is een eigenschap van hem. Volmaakte eigenschap. Dat betekent dat zijn kennis is niet vooraf gegaan aan onwetendheid. Onze kennis die wij hebben, dat is eigenlijk, die is pas gekomen nadat wij niet wisten. Wij wisten niet en toen pas hebben wij bepaalde dingen gekend door kennis te vergaren. Maar de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala is niet vooraf gegaan aan onwetendheid. Er is geen onwetendheid daaraan vooraf gegaan. En daarnaast zijn kennis, hij vergeet daarvan niets. Bijvoorbeeld wij, onze kennis was er niet, dat is later pas gekomen.
plus onze kennis is ook onderdanig aan onwetendheid. Wij kunnen misschien in onwetendheid vallen. Of vergeetachtigheid. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is volmaakt. Tayyib, dus de eigenschappen van Allah zijn verheven en volmaakt en geprezen. Tweede principe onder dit, onder deze stelregel. Sifatullahi tanqasim ila qismain thubutiyya wa silbiyya. De eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala worden door de geleerden opgesplitst in twee soorten. Eigenschappen die Allah heeft bevestigd en eigenschappen die hij heeft ontkend. Sommige eigenschappen zijn bevestigd, de meeste eigenschappen zijn bevestigde eigenschappen. Maar Allah heeft ook een aantal eigenschappen ontkend. Zoals bijvoorbeeld hij heeft ontkend dat hij niemand onrecht aandoet. Hij heeft ook een eigenschap ontkend van zichzelf. Dat hij bijvoorbeeld niet slaapt. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dat hij niet slaapt en ook niet moe wordt en dergelijke. Dat zijn ontkende eigenschappen. Dus de eigenschappen zijn in twee soorten onderverdeeld. In eigenschappen die zijn bevestigd en eigenschappen die zijn ontkend. Tayyib, daarnaast noemde hij nog een andere principe. En dat is eigenschappen. Sifatun thubutiyya ten qasim ila qismain dhatiyya wa fi'liyya. De eigenschappen die Allah heeft bevestigd voor zichzelf worden ook opgesplitst of onderverdeeld in twee soorten. Sifat dhatiyya wa sifatun fi'liyya betekent eigenschappen die te maken hebben met zijn wezen. Zoals bijvoorbeeld het zien en het horen. Dat zijn eigenschappen die Allah subhanahu wa ta'ala die horen bij zijn dhat, bij zijn wezen. En eigenschappen fi'liyya die verricht Allah subhanahu wa ta'ala wanneer hij wil. Bijvoorbeeld een nuzul, dat hij neerdaalt zoals is overgeleverd. Deze eigenschap is niet constant, maar alleen wanneer hij dat wil. Bijvoorbeeld, al-hub, bijvoorbeeld dat hij houdt van zijn dienaren. Of boosheid en dergelijke. Is alleen maar, deze hebben te maken met zijn mashia, met zijn wil. En de sheikh noemt als laatste een qaida op, een stelregel op. Die we kunnen gebruiken tegen al-mu'attila, tegen degene die de eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala verdraaien of verwerpen. Hij zegt al-mu'attila, هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم مؤولة والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. Hij noemt hier de wijze van al-mu'attila om deze te weerleggen. Deze mensen van Ahl Bid'ah die in strijd zijn met de sterregels van Ahl Sunnah wal Jama'ah in dit onderwerp. Hij zegt degene die de eigenschap van Allah verwerpen of de betekenis verdraaien, de juiste betekenis verdraaien, andere interpretaties aangeven. Hij zegt kunnen wij op drie manieren weerleggen. Als eerste zeggen wij tegen hun, jullie uitspraak, yani die betekenis die zij geven, is tegenstrijdig aan de directe betekenis van de teksten. Want we zeiden, een van de eerste regel was, dat Ahle Sunnah wal Jama'ah, ze houden de directe betekenis, houden zij aan. Zahir. Hij zegt, als eerste zeggen wij tegen hun, jullie uitspraak is in strijd met de directe betekenis die uit deze nas, uit deze tekst voortvloeit. Tweede zegt hij, we zeggen tegen hun, jullie uitspraak is tegenstrijdig aan de weg van de zelf, aan de weg van de vrome voorgangers. En als laatste zeggen wij tegen hun, er is geen correcte bewijs voor jullie uitspraak. Want zij, bijvoorbeeld, in Mu'attila, als het gaat om bijvoorbeeld de handen van Allah, zeggen zij van de handen, daar wordt mee bedoeld, al-ni'mah, de gunst van Allah. Of al-qudra, of al-quwa, ze verschillen daarin. Laten we zeggen, de gunst van Allah, subhanahu wa ta'ala. We zeggen tegen hun, deze betekenis die jullie hebben gegeven aan een hand, is in strijd met de directe betekenis die voortvloeit uit de betekenis van een hand. Want een hand is bekend bij de mensen. Tayyib, de betekenis van dat woord, zonder dat wij Allah subhanahu wa ta'ala vergelijken. Ten tweede zeggen wij, deze betekenis, gunst, is in strijd met de weg van de zelf. En als derde zeggen wij dan, er is geen correcte bewijs voor jullie uitspraak. Ze hebben geen bewijs voor hun uitspraak dat die correct is.
طيب, dit is wat de Sheikh rahimahullah ta'ala yani heeft genoemd als stelregels. Dus nu gaan we verder met de tekst van de schrijver Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Hij zegt rahimahullah ta'ala, waar we zijn gebleven vorige les. Hij zei: "Wa kullu ma ja'a fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa 'alayhi salam min sifati ar-Rahman wajaba al-iman bihi wa talaqqihi bit taslim wal qabul wa tarku at-ta'arrud lahu bir radd wat ta'wil wat tashbih wat tamthil wa ma ashkala min dhalik wajaba ithbatuhu lafdan wa tarku at-ta'arrud li ma'nahu wa naruddu 'ilmahu ila qa'ilihi wa naj'al 'uhdatahu 'ala naqilihi ittiba'an li tariqi ar-rasikhin fil 'ilm الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا." De schrijver رحمه الله تعالى, hij zegt hier: "وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى." Wat betekent dat? Hij zegt: "En alles wat in de Koran is gekomen of authentiek is overgeleverd van al-Mustafa." En al-Mustafa is een eigenschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat betekent de uitverkorene. Is niet zijn naam, maar is een eigenschap van hem. Alles wat is overgeleverd van al-Mustafa, yani van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, over de eigenschappen van de meest barmhartige, dienen wij in te geloven. We dienen in deze eigenschappen te geloven en deze te accepteren. En ons daaraan over te geven en deze te aanvaarden. Dat betekent: "Wa kullu ma ja'a fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa 'alayhi salam min sifati ar-Rahman wajaba al-iman bihi wa talaqqihi bit-taslim wal qabul wa tarku at-ta'arrud lahu bir-radd wat-ta'wil wat-tashbih wat-tamthil." Dus deze eigenschappen die in de Koran staan of in de Sunna, in de authentieke Sunna staan, zijn wij verplicht om deze, we dienen in deze eigenschappen te geloven. We zijn verplicht om deze eigenschappen te geloven en ook om deze te accepteren en deze te aanvaarden, zonder ons daartegen te verzetten. Bijvoorbeeld door middel van verwerping, rad, of door middel van het ta'wil, verdraaiing, of door middel van vergelijking. Dat is allemaal yani, verboden. In deze stukje tekst zijn een aantal zaken, een aantal fawaid. Als eerste kunnen wij uit deze woorden begrijpen dat de bronnen waar wij naartoe moeten terugkeren, betreft de naam en de eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala, dat al-Qur'an en al-Sunna is. Al-Qur'an en al-Sunna is. Tayyib, alles wat in de Qur'an is overgeleverd, wat in de Qur'an staat, of wat in de Sunna is overgeleverd, dienen wij te accepteren. Waarom? Omdat de Koran de waarheid is. En de Koran is de leiding. En de Koran, dat bevat geen valsheid. Zoals Allah yani in de Koran zegt: "La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi." Over de Koran zegt Allah subhanahu wa ta'ala: "De valsheid komt niet tot de Koran. Komt niet tot hem. Niet van voren. En ook niet van achter." Betekent dat de Koran waarheid is, al-haq is, en dat de Koran leiding is. Vandaar dat wij de Koran als basis nemen. Wat in de Koran staat, bevestigen wij. En zo ook de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want Rasul sallallahu alayhi wa sallam, zoals Allah in de Koran zegt, zoals Allah hem heeft beschreven in de Koran, hij heeft de profeet beschreven met zijn woorden: "Wa la yantiqu وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى." Rasul sallallahu alayhi wa sallam: "مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى," yani hij spreekt niet uit begeerte. Hij spreekt niet uit begeerte. Wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, is openbaring. Dus dat is onze bronnen. Dat zijn onze bronnen, al-Quran en de Sunna. Vandaar dat wij datgene bevestigen wat in de Koran staat en wat in de Sunna staat aan namen en aan eigenschappen. Ten tweede, dit onderwerp, namen en eigenschappen,
kunnen wij niet op een andere manier bevestigen. Want deze zaken behoren tot al-ghayb, tot hetgene wat eigenlijk verborgen is. Onze verstand duidt er bijvoorbeeld niet op. We kunnen niet met onze verstand iets bevestigen of iets verwerpen wat te maken heeft met Allah subhanahu wa ta'ala. Met zijn namen en zijn eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom, wat blijft er over? Al Koran en de Sunna. Vandaar dat Imam Ahmad rahimahullah, hij zei ook, La yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu. Au bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. La natajawazu al-Qur'an wal-hadith. Imam Ahmad rahimahullah, die zegt, zoals Imam Ibn Taymiyyah heeft overgeleefd in al-Hamawiyyah. Hij zegt dat Imam Ahmad zei, dat Allah subhanahu wa ta'ala niet wordt beschreven, behalve met datgene waar hij zichzelf mee heeft beschreven. Yani in de Koran. Of waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem mee heeft beschreven in de sunnah. Hij zei, we gaan niet verder dan de Koran en de hadith. Dus de Koran en de hadith, dat is het enige waar wij ons op mogen baseren. En niet op onze verstand. Onze verstand, nogmaals, kan niet op iets duiden, kan niet iets accepteren of iets verwerpen. Behalve met datgene wat in de Koran staat en in de sunnah staat. Dus uit deze woorden van de schrijver, وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ صَحَّ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ صِفَاتِ الرَّحْمَنِ وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ وَتَلَقِّهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ. Betekent dus onder andere dat we ons moeten houden aan de Koran en aan de sunnah betreft de namen en de eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarnaast betekent dit ook dat ahle sunnah wal jama'a geen onderscheid maken tussen sunnah en tussen de Koran. Wat in de Koran staat of wat in de sunnah staat, is zoals datgene wat in de Koran staat. Met andere woorden, wij accepteren beide. We maken geen onderscheid tussen de Koran en tussen de sunnah. Waar het ons om gaat, is dat deze sunnah authentiek moet zijn. Als die authentiek is, dan accepteren we dat. Tayyib, en daarin maken we geen onderscheid tussen de Koran en de sunnah. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons in de Koran verplicht om de sunnah te accepteren. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاهُ عَنْكُمْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam jullie heeft gegeven, accepteer dat, neem dat aan. En wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam jullie heeft verboden, onthoud jullie daarvan. Yani, neem daar afstand van of stop daarmee. Dus wat in de Koran staat, is, of wat in de sunnah staat, is zoals datgene wat in de Koran staat. Ahle sunnah wal jama'a maken geen onderscheid tussen de Koran en tussen sunnah. Waar het om gaat, is dat deze ahadith die in de sunnah staan, dat ze sahih zijn. Ook al zijn ze hasan. Als ze maar geaccepteerd zijn, dan wordt dat geaccepteerd en wordt niets daarvan verworpen. Je mag niets daarvan verwerpen. De schrijver, die zegt dit, of zeg maar, wij zeggen dit, dat ahle sunnah wal jama'a geen onderscheid maken, omdat ahle bid'a dat wel doen. Ahlul bid'a, die maken onderscheid tussen de Koran en de sunnah. Of tussen een gedeelte van de sunnah. Zoals yani, sommigen van jullie weten, de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de ahadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ze worden verdeeld, ze worden onderverdeeld door de geleerden in ahadith mutawatira en ahadith ahad. Ahadith mutawatir betekent de overleveringen die ons hebben bereikt door middel van vele wegen. Yani, de geleerden zeggen van, deze overleveringen, het kan niet zo zijn. Yani, het kan niet zo zijn. Of ze zeggen eigenlijk, al mutawatir. Wat is de mutawatir? Ze zeggen dat het eigenlijk onmogelijk is dat ze allemaal hetzelfde zeggen. En dat ze allemaal bijvoorbeeld, dat ze allemaal verkeerd hebben gezegd. Dat is mutawatir. Yani, dat kan niet. Als bijvoorbeeld iets zo bekend is en zo verspreid is, dat bijvoorbeeld dit bericht heeft iedereen bereikt, dit is mutawatir. Je kan het niet verwerpen. Dit is mutawatir. Sommige ahadith zijn zo. Sommige ahadith zijn zo bekend en zoveel sahaba hebben het overgeleverd, dat ze behoren tot deze categorie, dat ze mutawatir zijn. Sommige ahadith zijn niet zo. Sommige ahadith zijn bijvoorbeeld overgeleverd door één sahabi of door twee van de sahaba. Taib. Of yani, kleine aantal. Deze ahadith worden niet gerekend tot mutawatir, maar tot ahad.
طيب ze hebben niet zeg maar een aantal bereikt dat je kan zeggen van deze is mutawatir. Lakin ahle sunna wal jamaa maken geen onderscheid tussen mutawatir en ahad. Als deze hadith sahih is, authentiek is, geaccepteerd is door de geleerden, dan accepteren ze dat. Maar ahlul bid'ah niet. Ahlul bid'ah ze zeggen van een voorwaarde van accepteren van hadith in aqida is dat deze hadith mutawatir moet zijn. Yani hij moet zo bekend zijn dat het onmogelijk is dat hij fout kan zijn. Tayyib? Hun zeggen, een hadith mutawatir duidt op zekerheid. Een hadith ahad, die niet mutawatir is, zeggen ze, duidt op een vermoeden bij ons. En het kan zo zijn, bijvoorbeeld, dat er een fout is opgetreden. Of dat bijvoorbeeld een overleveraar iets is vergeten. Of dat een overleveraar zich heeft vergist. Want deze hadith is niet zeg maar zo bekend. Dat zeggen zij. Hè? Hun zeggen dus, deze hadith duidt op een vermoeden bij ons. En niet op zekerheid. En hun zeggen van, bij aqida moeten wij onze aqida bouwen op zekerheid. Dus wij accepteren deze hadith niet. Dat zeggen ahlul bid'ah. Maar wat ik net zei, ahlul sunnah wal jama'a maken geen onderscheid tussen ahad en mutawatir. Ten eerste is deze opsplitsing van de ahadith is iets geïnnoveerd. Was er niet in de tijd van de sahaba. Rasul sallallahu alayhi wa sallam stuurde Mu'adh ibn Jabal in zijn eentje naar Yemen. Om de mensen uit te nodigen naar het tawhid. En hij bevestigde al hujja bij hun. Door één persoon werd deze hujja bevestigd. Dus het is geen voorwaarde dat er zoveel mensen moeten zijn. Dat er tawatur aanwezig moet zijn voordat je een khabar accepteert. Sterker nog, Allah zegt in de Koran, Ya ayyuha alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu. O jullie die geloven, als een fasiq naar jullie toe komt met een bericht, een fasiq is een zondaar, als die naar jullie toe komt met een bericht, onderzoek deze bericht. Bericht van wie? Van een fasiq. Wat betekent dat? Als een fiqha, een betrouwbare persoon, jullie iets vertelt, een bericht brengt, hoef je het niet te onderzoeken, dan moet je het accepteren. Wat betekent dat die tawatur helemaal geen voorwaarde is. Zoals Ahlul Bid'ah dat wel zeggen. Tayyib. Dus Ahlul Sunnah wal Jama'a waar het om gaat, maken geen onderscheid tussen mutawatir en ahad. Elke hadith die sahih is, wordt geaccepteerd. Of die nou mutawatir is of niet, hij wordt geaccepteerd. En Ahlul Bid'ah, als het gaat om de naam en eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala, hebben zij hun shubuhat of hun aqida op twee zaken, en door middel van twee zaken verwerpen ze deze bewijzen. Onder andere wat ik net zei, ze kijken naar een isnad. Als die hadith mutawatir is, wordt hij geaccepteerd. Als die hadith niet mutawatir is, wordt hij niet geaccepteerd. Alleen in aqida. Dit doen ze pas natuurlijk als zij vinden dat deze ahadith in strijd zijn met hun verstand. Want hun zeggen, als een overlevering is, of als er bepaalde bewijzen in strijd zijn met onze verstand, dan geven zij hun verstand voorrang. Ze geven hun verstand voorrang. Als het gaat om een ayah, om een vers, dan kunnen ze die niet verwerpen. Wat doen ze dan? Die verdrijzen. Bijvoorbeeld, in een vers zien wij bijvoorbeeld Bel yadahu mabsutatan. Allah zijn twee handen zijn wijd uitgestrekt. Dan deze vers kunnen ze niet verwerpen. Want dit is een vers uit de Koran. Koran is mutawatir, sowieso. Wat doen ze? Ze verdraaien hem. Ze zeggen bijvoorbeeld hier, de handen van Allah, daar wordt mee bedoeld, de gunst van Allah, een ni'ma. Tayyib. Als het gaat om een hadith, dan kijken ze. Is deze hadith mutawatir? Dan verdraaien ze ook de betekenis. Is het niet mutawatir, dan verwerpen ze het gewoon. Zeggen ze van, deze hadith is ahad. En hadith ahad duidt op vermoeden, duidt niet op zekerheid. En onze aqida moet gebouwd zijn op zekerheid. Dus accepteren ze dat niet. Tayyib, accepteren ze niet wat daar staat. Dat is hun methode. Zoals ze ook gewoon zeggen in hun aqida. Onder andere, wat een van hun zei, en wat een van hun zegt in een aqida, in een mandoma. Zegt hij, een ash'ari. Zegt hij, وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها ورم تنزيها. Hij zegt, elke tekst, elke bewijs uit de Koran of uit de Sunna, die lijkt
of dat erop lijkt dat wij daarmee Allah subhanahu wa ta'ala vergelijken met zijn schepselen. Awilhu. En die verdraait. Verdraait de betekenis. Awfawwid. Fawwid betekent van verwerp de directe betekenis. Maar geef er geen specifieke betekenis aan. Het ta'wil is verwerpen van directe betekenis en een andere betekenis aangeven. Het tafwil, verwerpen van directe betekenis zonder een andere betekenis aan te geven. Awilhu awfawwid, waarom tenziha. Yani als je dat doet, dan heb je Allah subhanahu wa ta'ala, yani volgens hun, heb je dan Allah vrijgemaakt van vergelijking en vrijgemaakt van tekortkomingen. Dit zeggen zij. Elke bewijs. Wa kullu nassin awham at-tashbiha. Want hun zeggen van, asma wa sifat, als wij de directe betekenis aanhouden, dan doen wij tashbih. Want dat is batil. Dat is, yani, batil. Kijk wat zij zeggen in hun aqida. Met andere woorden, elke keer als zij een naam tegenkomt van Allah subhanahu wa ta'ala, of een eigenschap, bij hun, duidt u op tashbih. Awilhu awfawwid. Waarom? Tenziha. Terwijl, yani, ahle sunnah wal jama'a, dat tegenovergestelde doen, zoals al-Hafidh al-Hakami rahimahullah, ook yani, zegt in zijn mandoma van ahle sunnah wal jama'a, zegt hij, وَكُلُّ مَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ أَثْبَتَهُ فِي مُحْكَمِ الْآيَاتِ أَوْ أَثْبَتَهُ فِي مُحْكَمِ الْآيَاتِ أَوْ صَحَّ فِي مَا قَالَهُ الرَّسُولُ فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ. Dit is wat Ahl al-Sunnah wal-Jama'a zeggen. وَكُلُّ مَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ. Alle eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala die in de Koran staan, of die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft opgenoemd in zijn authentieke sunnah, فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ. فَحَقُّهُ, yani de plicht hierin is dat wij dat accepteren. Dat wij ons overgeven. Zoals hier, de schrijver hier zegt, وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ وَتَلَقِّهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالْقَبُولُ. وَتَلَقِّهِ بِالتَّسْلِيمِ وَالْقَبُولُ. Yani het is verplicht om daarin te geloven en om dat te accepteren. Om je daaraan aan over te geven. فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ. Hij zegt, فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ. نُمِرُّهَا صَرِيحَةً كَمَا أَتَتْ مَعَ اعْتِقَادِنَا لِمَا لَهُ اقْتَضَتْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْتِيلٍ وَغَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ فَقَوْلُنَا قَوْلُ أَئِمَّةِ الْهُدَى طُوبَى لِمَنْ بِهَدْيِهِمْ قَدْ اهْتَدَى. فرسخت أهل السنة والجماعة يعني منظومة أهل السنة een manzoma, wat ze noemen manzoma al jawhara. Zo noemen ze deze manzoma al ashaira, jawhara. En zoals, yani, jawhara betekent eigenlijk yani, een edelsteen. Maar zoals Sheikh Mohammed ibn Hadi, rahimahullah, een keer zei, hij zei, dit is geen manzoma al jawhara, dit is een manzoma al mezbela. Dat is yani, manzoma, yani, eigenlijk een Stefanusbelt in plaats van een edelsteen. Wat in deze aqida allemaal staat aan batil en aan bid'a. Waar het om gaat is dat Ahl al-Sunnah wal-Jama'a dus geen onderscheid maakt tussen ahadith, khabar ahad of khabar al-Mutawatir. En eigenlijk die mutakallimin, Ahl al-Bid'ah, al die ahl bid'ah, ook al verschillen ze zoveel, maar ze hebben wel één iets hebben ze gemeen. En dat is dat zij zeggen, dat ze allemaal uiteindelijk zeggen, dat voorrang, dat verstand, hun verstand, voorrang krijgt op een nosos. Zeggen ze allemaal dat. Ook al verschillen ze een beetje, Mu'tazila en Jahmiya en Asha'ira en Maturidiya en Falasifa, maar allemaal zeggen ze, تقديم العقل عن النقل. يعني zeggen als bijvoorbeeld een bepaalde bewijs uit de Koran of uit de Sunna in strijd is met onze verstand en in strijd met onze verstand, dan geven zij voorrang aan hun verstand. Waarom? Ze zeggen onze verstand is zeker en het duidt op zekerheid, want hun zeggen van logica is zekerheid bij hun. Bij hun is zekerheid. Hun zeggen, en deze bewijzen uit de Koran of uit de Sunna, de bewijsvoering daarvan is een vermoeden. Het is een vermoeden bij hun.
Daarom zeggen ze van, zekerheid gaat voor vermoeden. Dit is gewoon duidelijk wat ze gewoon ook zeggen. Als we bijvoorbeeld kijken, ik heb een aantal citaten van hun. En ik laat de Mu'tazila gaan, want Mu'tazila zijn duidelijk daarin. Mu'tazila zoals al-Qadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Hij zegt in zijn boek Al-Usul al-Khamsa, bladzijde 7 of 88, zegt hij, Ad-Dalalat Arba'a. En de bewijsvoeringen zijn vier. Vier soorten bronnen als bewijs. Hij zegt, Hujjatul Aql. De bewijsvoering van het verstand. Wal-Kitab. En daarna, Al-Qur'an. Was-Sunnah. De Sunnah van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Wal-Ijma'. En de consensus. Het zijn allemaal bronnen. En die bronnen waar wij naar terugkeren. Hij zegt van, dit zijn onze bronnen. Vier bronnen. Hij zegt daarna, وَمَعْرِفَةُ la tunal illa بِحُجِّيَةِ الْعَقْلِ illa بِحُجَّةِ الْعَقْلِ. Hij zegt, het kennen van Allah subhanahu wa ta'ala wordt alleen bevestigd door middel van het verstand. En het verstand is het enige wat werkelijk zaken voor Allah bevestigt. Als het gaat om namen en eigenschappen. Of niet bevestigd. Yani niet het Koran en de Sunna, maar het aql. Dus als bijvoorbeeld deze aql, deze verstand, deze logica, als die in strijd is volgens hem met de Koran en met de Sunna, dan geven ze voorrang aan, aan het verstand. En ook al-Juwayni. En al-Juwayni behoort tot de imams van al-Asha'ira. De bekende grote imams van al-Asha'ira. Hij zegt, innahu, idha warada al-dalil al-sam'i, mukhalifan liqadiyyat al-aql, fahuwa mardudun qat'an. Kijk wat voor woorden. Je zou zeggen van, zijn dit wel yani, mensen met verstand? Ze zeggen van, hun verstand krijgt voorrang. Maar je vraagt je af, yani, wat voor verstand hebben deze mensen? Hij zegt bijvoorbeeld, innahu idha warada dalil sam'i. Hij zegt, als ons een bewijs is bereikt, yani een bewijs heeft ons bereikt. En yani sam'i betekent of het Koran of het Sunna. Adilla sam'iya zijn dus yani, de bronnen, Koran of het Sunna. Als een van deze bewijzen naar ons toe komt, ons heeft bereikt. Terwijl deze bewijs in strijd is met onze verstand, met hun verstand, hè, in strijd is met onze verstand, hij zegt, فَهُوَ مَرْدُودٌ قَطْعًا. Dan wordt deze zeker verworpen. Yani deze bewijzen worden verworpen. Met andere woorden, ze geven voorrang aan hun verstand. Hun verstand krijgt voorrang op bewijzen. Deze Razi. Razi behoort tot de kopstukken van al-Asha'ira. Tot hun grote imams van al-Asha'ira. Bekend. Hij zegt Razi. I'lam. Hij zegt weet. أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية تشعر يشعر ظاهرها بخلاف ذلك يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ليس الرازي grote imam van Asha'ira, hij zegt, weet dat de logische bewijzen, en de bewijzen die waar het verstand op duiden, hij zegt, als deze bewijzen iets hebben bevestigd, en wij komen daarna iets tegen, uit de Koran of de Sunna, wat yani, naar buiten toe, of letterlijk de directe betekenis, in strijd is met datgene wat het verstand heeft bevestigd, hij zegt, dan weten wij zeker, dan gaan we ervan uit, met zekerheid, dat de logische bewijzen, yani de bewijzen die waar het verstand op duidt, dat die voorrang krijgen. Die krijgen bij hun voorrang. Zo gaan ze te werk. Je zou zeggen van, waar is hun, yani dien, hoe kun je zulke woorden uitspreken, terwijl het imams zijn. Het zijn imams van Asha'ira, imams van al-Mu'tazila. Hun zeggen van, als er een bewijs komt, maar onze verstand is in strijd daarmee, dan weten wij zeker dat dat niet wordt bedoeld. En ik ga jullie een voorbeeld geven. Zoals bijvoorbeeld het ta'wil. Het ta'wil, hun zeggen bijvoorbeeld, in de Koran wordt bijvoorbeeld gezegd van, dat Allah subhanahu wa ta'ala boven is. Of dat Allah subhanahu wa ta'ala yani, spreekt. Of een andere eigenschap. Hun zeggen, het verstand, onze verstand duidt erop dat Allah subhanahu wa ta'ala niet spreekt. Waarom niet, ya jama'a? Hun zeggen, als we zeggen dat hij spreekt, dan lijkt hij op de mensen. Want de mensen spreken ook. Of ze zeggen bijvoorbeeld, als we zeggen dat hij spreekt, dan betekent dat hij
yani, stembanden heeft en dergelijke en andere zaken. Als we zeggen dat hij een hand heeft, dan betekent dat dat hij ook yani, aders heeft en bloed heeft. En gaan ze allerlei dingen verzinnen die bij de mensen, die voor de mensen gelden, die laten ze ook gelden voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zeggen ze van, het verstand duidt erop dat het zeker niet zo kan zijn. Dus verwerpen ze dat. Hoe verwerpen ze dat? Als het gaat om hadith, om khabar ahad, bij Mu'tazila, dan verwerpen ze dat. Bij Asha'ira, ze verdraaien dat door ta'wil. Ze zeggen van, de betekenis daarvan is niet de directe betekenis, maar de betekenis is dit en dat. En dan geven ze daaraan, een specifieke en die betekenis, en zoals, zoals bekend. Taib, zo gaan ze te werk. Dus ze zeggen van, al-aql krijgt voorrang op een nakkel. Terwijl eigenlijk, zoals Ibn Taymiyyah rahimahullah zegt van, een correcte, yani verstand, kan nooit in strijd zijn met een bewijs. Yani een verstand, een gezonde verstand, is nooit in strijd met een bewijs. Kan niet in strijd zijn. Yani hun hebben eigenlijk zeg maar een theorie verzonnen. Ze zeggen van, als ze in strijd zijn, dan geven wij voorrang aan het verstand. Maar Ibn Taymiyyah, hij zegt tegen hun van, deze tegenstrijdigheid is er geen eens. Hij kan er niet zijn. En hij heeft een hele grote boek geschreven daarin, waarin hij dit eigenlijk weerlegt. Waarin hij eigenlijk Razi weerlegt, die deze sterregel yani, heeft opgenoemd. Deze noemen ze Qanun al-Kulli, een soort grondwet van hun. Hun grondwet, dat als een bepaalde bewijs komt die in strijd is met het verstand, dat er voorrang wordt gegeven aan dat bewijs, of aan het verstand, en niet aan de directe betekenis die voortvloeit uit, yani uit bewijs. De schrijver, rahimahullah ta'ala, hij zei, وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. Dus alles wat in de Koran staat, of wat authentiek is overgeleverd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn wij verplicht om te accepteren, om daarin te geloven en ons daar niet tegen te verzetten. En dit geldt voor alles. Geldt zowel voor de aqida, als voor de fiqh, als voor de hadith. Maakt niet uit waar het om gaat. Alle zaken van de godsdienst, alle religieuze zaken, moeten op deze manier gaan. De Koran en de Sunna, dat zijn onze bronnen. En natuurlijk een ijma en andere bewijsvoeringen. Maar we maken geen onderscheid, we maken geen onderscheid in aqida of in ibadat of in andere zaken. Dus wij accepteren dat zonder dat te verwerpen, maar ook zonder dat te vergelijken. Zonder het tashbih. En zonder het temthiel. Dus deze twee zaken vermijden wij. Wij vermijden het tashbih en het temthiel. En ook het ta'wil. Het ta'wil, het verdraaien en andere betekenis aangeven, verdraaien wij allemaal. En ook het takyif, zonder dat wij daar een hoedanigheid aan geven. Wij bevestigen deze eigenschappen zonder daar een hoedanigheid aan te geven. Zoals Imam Malik rahimahullah ook zei in zijn woorden, toen iemand naar hem toe kwam, hij zei, ja imam, ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa. Imam Malik, rahimahullah, er kwam iemand naar hem toe. Hij zei tegen hem, oh imam, de woorden van Allah, ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa. En de meest barmhartige is verheven boven zijn troon. Kefa stawa. Hij zei tegen Imam Malik, hoe is hij verheven? En hij vraagt naar hoedanigheid. Taib, Imam Malik, rahimahullah, werd boos. En hij zei zijn bekende woorden. Hij zei, al-istiwa ma'loom. In een andere versie, al-istiwa ghayru majhool. Yani, al-istiwa, deze eigenschap, verhevenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, is bekend, ma'loom. Yani, hoe bekend? Bekend in de taal. In de taal betekent al-istiwa ala wartafa. Verheven, boven. Dat is yani, al-istiwa. Hij zei, al-istiwa ma'loom. Of al-istiwa is niet onbekend. Met andere woorden, is bekend. In de taal is istiwa bekend. Hij zei istiwa ma'loom. Wal kayfu majhool. Hij zei el kayf majhool. De hoedanigheid van deze verhevenheid, van deze eigenschap, is onbekend. En in een andere versie, wal kayfu ghayru ma'qool. Yani de hoedanigheid
is niet, is onbekend, ala kulli hal, niet te begrijpen. Wij kunnen dat niet vatten. Dus de hoedanigheden, de hoedanigheid van de eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala is voor ons onbekend. Dus Imam Malik, hij zei, istiwa ma'loom, wal kayfu majhool. Hij zei, wal imanu bihi wajib. En het geloven in deze eigenschap en de betekenis daarvan is verplicht. Was-su'alu anhu bid'ah. En het vragen naar de hoedanigheid is bid'ah. En van de hoedanigheid, de sahaba hebben daar niet naar gevraagd. En de hoedanigheid, niemand weet hoe de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Want niemand weet hoe Allah subhanahu wa ta'ala er werkelijk yani, uitziet. Dus wij kunnen ook niet zeggen van hoe deze eigenschappen zijn. Maar we bevestigen wel de eigenschappen die hij heeft bevestigd aan zichzelf, zonder deze te vergelijken. Zonder deze te vergelijken. Dus onze bevestiging is, zoals de geleerden zeggen, ifbat wujud. Niet ifbat temthiel. Taib. Dus wij bevestigen alleen maar dat de eigenschappen er zijn. En ook de betekenis. Ook de betekenis van deze, de betekenis van deze eigenschap. Maar zonder hoedanigheid en toe te kennen. Want wij kennen niet, wij weten niet hoe Allah subhanahu wa ta'ala eruit ziet in werkelijkheid. Hij zegt daarna, وَتَرْكُ التَّعَرُّضُ لَهُ بِالرَّدِّ وَالتَّأْوِيلِ وَالتَّشْبِيهِ. En we dienen ons niet te verzetten tegen deze bewijzen. Of deze teksten door middel van verwerping of vergelijking. Het tashbih en het temthiel. Het tashbih is vergelijken en het temthiel is ook vergelijken. Al het verschil tussen tashbih en temthiel is het tashbih betekent van je vergelijkt door middel van, of je zegt bijvoorbeeld bij het tashbih is er sprake van een vergelijking in veel opzichten. In vele opzichten. Maar het temthiel is totale vergelijking in alle opzichten. Je zegt bijvoorbeeld deze iPhone of deze Galaxy, is het 4 of 5? Tape? Oké, dit is een Galaxy toch? En ik heb een andere Galaxy, precies hetzelfde. Zeg je van deze, hada mithlu hada. Deze is hetzelfde als deze. Allebei 5 of 4, ik weet niet wat dit is. Tape? Maar bijvoorbeeld, dit is een andere dit hè. Dit is een 3 misschien. Deze is niet zoals deze, maar hij lijkt op deze. Dit is tashbih. Tashbih is van, ze lijken op elkaar in veel opzichten. Ze zijn allebei Samsung. En ze hebben allebei yani, een camera en dergelijke. Lekker, deze is 3, deze is 4. Maar als ze allebei 4 waren, dan was het temthiel. Tayyip. Dus Allah subhanahu wa ta'ala, leest ik hem niet lichee. Niets is aan hem gelijk. En ook lijkt niets op hem. Dus deze zaken vermijden wij. Als we het hebben over bevestigen van de namen en de eigenschappen, dan vermijden wij het ta'wil en wij vermijden het tashbih. En we vermijden het temthiel en het tekief. En niet zoals Ahl al-Bid'ah zeggen van, dat wanneer je een eigenschap bevestigt door middel van de directe betekenis, dat je dan direct vervalt in tashbih. Dat is batil. Wij bevestigen zonder tashbih. Wij bevestigen zonder te vergelijken. Hun zijn gaan bevestigen eerst in hun verstand en zijn gaan vergelijken. Waardoor ze zijn gaan verwerpen. Waardoor ze zijn gaan verwerpen. Bij hun was het bevestigen van de eigenschappen, zeggen ze van, duidt op het tashbih. Dus hebben ze dat verworpen en hebben ze uiteindelijk het ta'wil toegepast of het tafwil toegepast. Dus deze onderwerp is misschien lastig en moeilijk. Vooral als je dat ook nog eens in Nederlands moet gaan doen, wordt het alleen maar moeilijker. Want heel veel termen en begrippen zijn moeilijk om dat uit te leggen. Ala kulli haal. Waar het om gaat, Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wat belangrijkste is voor ons, is dat wij als eerste aqida van Ahlus Sunnah moeten kennen. Taib, aqida van Ahlus Sunnah is heel duidelijk. Wat Allah heeft bevestigd, bevestigen wij ook. Allah subhanahu wa ta'ala, als hij iets bedoelt, zegt hij het ook. Als hij bijvoorbeeld iets anders wil zeggen, zou het ook op een andere manier zeggen. Zou hij andere woorden gebruiken. Als hij bijvoorbeeld wou zeggen van dat handen ni'ma zijn, en ni'ma mee wordt bedoeld, zou hij zeggen ni'ma? Waarom moet hij yani, hand zeggen? Als hij wou zeggen bijvoorbeeld amintum man fis sama, yani man fis sama is Allah subhanahu wa ta'ala. Als hij daarmee bedoelde een engel, zoals yani, sommige asha'ira zeggen, zou hij zeggen van engel. Waarom zou hij iets anders zeggen, terwijl hij iets anders bedoelt? Ala kulli haal, waar het om gaat, Ahl sunnah wal jama'a zijn duidelijk in de aqida. Ze bevestigen datgene wat in de Koran staat. En wat in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam
staat aan namen en eigenschappen zonder deze te vergelijken en zonder deze te verwerpen of een hoedanigheid aan toe te kennen. We houden het inshallah ta'ala hierbij. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.